Tijdens het congres, de Dag van de Jeugdprofessional, heeft Nijmegenaar Saïd Achouitar de prijs Jeugdprofessional van het jaar 2024 in ontvangst mogen nemen. Achouitar zet zich in voor jongeren uit de straatcultuur. Dagelijks zet hij zich in met zijn team om iedereen een gelijke kans te geven in de maatschappij. Saïd staat bekend om zijn innovatieve en creatieve aanpak als jeugdprofessional. Hij begeleidt jongeren uit de straatcultuur. Binnen zijn welzijnsprogramma staan sport, onderwijs, veiligheid en leefbaarheid centraal. Zo wordt in het programma Voedsel Shabab zaalvoetbal ingezet om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn. Dat is een activiteit van FC Social Work. De voedselbed, dat is een onderdeel van de interventie Voedsel Shabab, wat wij in verschillende wijken in Nijmegen organiseren. Waar we voetbal inzetten als middel om jongeren op verschillende leefgebieden te coachen. En denk aan de leefbaarheid, sociale cohesie, dat doen we door middel van de buurtbijdragers. Denk aan fair play en respect, dat vindt vaak plaats tijdens wedstrijden. Dus... Zijn werk heeft veel impact op de jongeren. Hij ziet ze dan ook regelmatig terugkeren bij zijn organisatie als medewerker of stagiair. De trainers zijn vaak ook oud-deelnemers. Dus eigenlijk, ja, je hebt oud-deelnemers die vroeger in 2001 zijn begonnen of in 2011 op een gegeven moment als een oud-deelnemer mee hebben gedaan. Die het op een gegeven moment nu wat ouder zijn en die zeggen van hey, luister Saïd of andere collega's van de organisatie, wat jij voor mij betekent vroeger. Ja, dat is voor mij heel belangrijk geweest dat ik nu eigenlijk ook me open wil stellen om iets zo weer te doen voor de nieuwe generatie in de wijk. Maar ook voor de wijk waar ik op een gegeven moment zelf in leef. Dat ik ook heb gezien als jonge jongen dat het goed is om iets te betekenen voor je wijk. En zo ontstaan er rolmodellen. En die rolmodellen die staan op en die helpen ons in de wijken. Ja. Saïd heeft nu de prijs Jeugdprofessional van het jaar gewonnen. Met deze titel mag hij ook een geldbedrag van €7.500 in ontvangst nemen. Hiermee kan Saïd een eigen project binnen het jeugddomein financieren. Hij wil investeren in een tour langs organisaties in het land om op die manier zijn ervaring met jongeren uit de straatcultuur te delen. Zodat op andere plekken in het land dezelfde beweging kan ontstaan. Zelf ben ik 20 jaar geleden begonnen en als je nou generatie op generatie jongens hebt opgeleid die zeggen van hey, ik wil iets terug doen voor wat jij voor mij hebt gedaan voor de wijk, ja, daar ben ik wel het meeste trots op, ja.